Juist. De benzinetank is bijna leeg. De auto moet ook binnen voor groot onderhoud. Waar vind ik hier een benzinestation? Goudvissen zijn veel slimmer dan we tot nu toe hadden gedacht. Dat zegt de presentator op de radio. Ik zet mijn telefoon op. Ik druk de code in. Foute code. Foute code. Oeh, ja, dat is de code van mijn visakaart. Wat is mijn pincode nu weer? Haar verjaardag, maar elk getal plus 2 uit beveiliging. Laatste getal plus 3, anders valt het op. Weer fout. Oeh, ja, het is de verjaardag van mijn vorige vriendin. Oh, ik ben slechte verjaardagen, zeg. Ik had vroeger een goudvis. Hij heette Silver. Dat was mijn humor toen. Nog steeds eigenlijk, maar nu mag ik dat van mezelf niet meer grappig vinden. Derde poging. Nu moet het juist zijn, anders moet ik die puckcode doen. Het is een beveiliging voor als je pincode 3 keer fout hebt. Maar wie die zijn pincode 3 keer niet kent, kent er wel zijn puckcode. Nu moet het juist zijn, anders kan ik haar niet meer bellen. Er zou een systeem moeten zijn waarmee je iemand die je niet kunt bellen, even kunt bellen om te zeggen dat je niet zult kunnen bellen. Nieuwe code, nu klopt het. Opletten straks als ik tank met mijn visakaart dat ik nu niet mijn pincode intyp. Of dat ik de dieselpomp tegen mijn oor houd. Godverdoem, het lampje van de tank brandt al. En om dat lampje te laten branden heb je ook weer brandstof nodig. Dus je verbruikt nog meer, terwijl je lampje al brandt. Waar is er hier een benzinestation? 3 gemiste oproepen. Ah, oké. Okay. Het is net genoeg. Vanaf 3 voel ik mij belangrijk. 2 gemiste oproepen, dat is maar zo. Dat haalt iedereen. 3 verschillende nummers wel, hè? Anders is het gemakkelijk. De Royal Guard zullen in de toekomst misschien geen berenmuts meer dragen. Dat zegt de radio. Vinden ze dat erg, de Royal Guard? In de zomer waarschijnlijk niet. Hadden ze lichtere zomermutsen eigenlijk? Of misschien zaten die mutsen gewoon vol koelelementen? Of koude blikjes die ze aan de toeristen verkochten? Hebben beren een lichtere pels in de zomer? Het lampje flikkert nu. Wat betekent dat? Twijfelt het lampje? Dank is leeg, dank is niet leeg, dank is leeg, dank is niet leeg. Of een pels zonder mouwen, een pels Marcelleke. Zijn er eigenlijk beren in Engeland? Bears, English bears. Heel beleefde beren. Als ze een prooi zien, dan gaan ze in de rij staan, poten op de rug. You go first. No, you go first. Of zouden ze nu mutsen krijgen gemaakt van andere dieren? Wat zijn er typisch Engelse dieren? Mollen? Ik vind mijn oortjes. Zijn mollen typisch Engelse dieren? Het stoortje van de gsm niet. Het stoortje van de iPod. Hoe komt dat hier? Waar is mijn iPod? Maakt niet uit. Hij is plat. Fijn, ik vind een oplader niet meer. Ik heb geen oplader van de iPod. Hij laat op via de computer. Maar die computer laat niet meer op, dus laat de iPod ook niet meer op. Of zouden ze nu vegetarische mutsen hebben uit kworn? Kwornmutsen? Ah, hier is het oortje. Mol in het Engels. Een mol? Een mol? I have a mole sheep in my garden. A digger? A black digger? A heap maker? Koop ik iets bij het benzinestation, dan moet ik op voorhand beslissen. En anders stap ik zeker uit. Ga ik zeker die winkel binnen, koop ik dingen dat ik niet nodig heb. Ik heb nog kauwgom, die moet eerst op. Ik hou eigenlijk niet van kauwgom, maar ik heb hem nu. Heb ik dorst? Heb ik dorst genoeg voor een volledig blikje? Dat er straks niet weer een halfvol blikje op een dashboard staat, zodat ik traag moet in de bochten? Koop ik de krant? Ik heb de krant al. Een andere krant misschien? Ik heb de weekendkrant nog niet uit. Je krijgt niet meer uit op een weekend tegenwoordig. Ik moet op maandag soms bellen naar mijn baas om congé te nemen om de weekendkrant nog uit te krijgen. Wat voor gedachte is dat nu? Ik werk niet op maandag. En ik ben zelfstandig. Hoe kan ik dan bellen naar mijn baas? Ik ben mijn eigen baas. Als ik naar mezelf bel, is het altijd bezet. Enfin, ik zou het ook niet kunnen opnemen, maar ben dan aan het bellen. Geen oproep van haar. Vanochtend stond er in de krant dat je in de Carrefour eetbare tangaslips kunt kopen. Ah, 1933 is vrij. 2 oproepen hebben niks ingesproken. Klootzakken. Onthoud dat ik hen terug wil. En als ze opnemen, dan ook niet zeggen. Dat zal hen leren. 1 bericht van Christophe dat ik hem niet heb teruggebeld. Ik heb Christophe toch gemaild? Moet Christophe even bellen om te zeggen dat ik hem heb gemaild. De Belg wast zich gemiddeld veel, maar epileert zich weinig, zegt de radio. Klopt dit? Ik was mij veel, maar ik epileer mij weinig. Dus ik ben een Belg. Als ik in Engeland ga wonen, moet ik zorgen dat ik geen tuin heb. Anders heb ik misschien mollen. En dan kan ik tegen niemand zeggen dat ik mollen heb. Eetbare tangaslips. De woordvoerder van de Carrefour had gezegd er was vraag naar bij onze klanten. Hoe gaat dat dan? Je bent in de Carrefour, je zoekt een eetbare tangaslip, je vindt ze niet. Je vraagt aan de kassa, excuseer, waar vind ik de eetbare tangaslips? Zouden andere Europeanen ons te harig vinden? Ik ben daarmee verantwoordelijk voor. Ik zal me in de toekomst meer epileren. Maar wat dan? Waar? Dat moet ik op voorhand beslissen. Dat ik me niet op vreemde plekken epileer in een opwelling. Liggen de eetbare tangaslips bij de kleding of bij de voeding? En als ze bij de voeding liggen, liggen ze dan bij de droge voeding? Hoe vraag je zoiets aan de kapper? Knippen en epileren, alstublieft. Waar? Oh, waar dat jij denkt? Bestaan er verschillende smaken in de tangaslips? Waarschijnlijk smaken ze naar hostie. Zouden er pastoors zijn die als de hosties op zijn eetbare tangaslips uitdelen in de mis? Maak rechtsomkeert indien mogelijk. Dat zegt de GPS. Maak rechtsomkeert indien mogelijk. Maak rechtsomkeert indien mogelijk. Ik zet de auto aan de kant. Ik zet de radio uit. Ik haal mijn oortje uit. Ik zet de GPS uit. Ik vraag de weg naar de snelweg aan een voorbijganger. Ik concentreer mij. Ik vind een tankstation. Ik vind de snelweg. Ik ben rustig.